The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Yo, fucking klote paas, man. Maar ja, maakt ook niet uit. Het is zaterdag, even kijken. 11:30. En dat je toch wel een uur op een bankje hebt gezeten. Ik zal vandaag met mijn neefje naar die Berenkuil gaan. Omdat ze daar zo'n graffiti festival hebben voor 2 dagen dit weekend. Maar die jongere, hij ziet die berichtjes wel, maar hij reageert niet. Dus weer allemaal heel erg apart allemaal. Maar dan ga ik gewoon lekker alleen. Dus dit wordt de solo Berenkuil Graffiti Festival vlog. En ja man, we gaan er gewoon wat leuks van maken. Fuck de aanhoudende wind. Komt hier net zo'n vrouwtje voorbij met een hond. Zie je ze? Dus ze heeft die ketting toch. Die riem aan de linkerkant. En zij loopt eigenlijk voor die hond uit. En die hond is zo links, zo achter. Maar die hond wil steeds achter haar doorgaan naar rechts. Dus ze zegt, nee, links, nee, links. Ze loopt een paar meter verder. Op een gegeven moment, ze pakt die riem aan de rechterhand. Laat ze die hond aan de rechterkant lopen. Ja, de aanhouden wind, man. Dat is wel grappig, weet je. Maar ze ook met dat energiegedoe en zo. De aanhouden wind. Maar ja, af en toe is het moeilijk hoor. Vooral hoe ik er nou bij zit. Ja, het is gewoon kloot hier. Weet je. En vanochtend werd ik ook niet zo fijn. Of tenminste, ik heb worship opgezet. Maar ja, dan kom je in een soort van spanning terecht of zo. Ik weet het niet meer, man. Dus, maar het is wel gevaarlijk. Omdat, zeg maar, liefdesverwerkingen kunnen verkeerd gaan, toch? En dan, omdat ik al dicht zit, dan klap ik echt, ja, dat doet pijn, man. Dus ik weet het niet, joh. Gisteren ging ik kijken voor microdosering, truffels en paddo's. Nou heb ik daar een hele slechte ervaring mee gehad, hoor, met de hoge doses. Dat ik wakker werd in het politiecelletje, weet je. Maar ik weet niet of ik er een keer over heb gehad, maar dat is weer een ander verhaaltje. Maar goed, hoe noem je dat? Misschien ga ik dat even proberen, man. Maar ja, er staat ook in als je gevoelig bent voor psychose en zo. En met hart en dit en dat. Moet je dat niet doen. Maar ja, ik wil hier wel uitkomen, weet je. Dus ja, ik weet niet wat ik moet doen, man. Ik, met een arts praten werkt allemaal niet, weet je. Nou, met andere mensen kom je een beetje omhoog. Maar dan kom je thuis en dan zuigen ze je weer leeg. Dus het is gewoon een visueus cirkeltje. Waar ik in zit. En, maar we gaan het zien, joh, weet je. We gaan het zien. In ieder geval, oh ja, wat ik ook nog wou vertellen is, wat wel grappig was. Even kijken, wanneer was dat nou, man? Was zit. Welke dag is vandaag eigenlijk? Zaterdag. Oh nee, vrijdag, man. Ja, dat was gisteren. Toen was ik al bij mijn stiefmoeder blijven slapen. Ja, toen had ik een afspraak met mijn begeleider van de WMO. Die komt normaal gesproken altijd langs, weet je. Dus ik zei van hem, ik loop wel richting de zaak, weet je. Want dat is daar om de hoek. En je hebt daar zeg maar zo, dat is bij Pitstop. En je hebt daar zo'n hondenuitlaat plaats, zeg maar, weet je. Waar ze die honden uitlaten, is daar aan de overkant. En dus ik loop daar langs en... ik hoor in één keer, er komen 2 honden, zo'n mooie husky en een of andere, ja ik weet niet man, een soort van grote poedel, maar dan iets anders. En die begonnen in één keer heel hard te blaffen zo, weet je, naar mij. Dus ik kijk hem zo aan, weet je, dus ik liep hier zo en daar, hier waren ze. Dus ik kijk hem zo aan en ik draai me om, zo van... Nou, waar blaf jij, weet je? Dus ik kijk hem nog een keer zo aan. En toen keek ik zo naar die andere kant. Wat is daar dan? Waar blaf jij dan? En toen liep ik gewoon door, weet je? Ik zag helemaal niks. En toen ging die weg of zo.
En die husky die ging echt zo kijken van, waarom blaft hij nou, weet je? Waar blaft hij? Ik zie ook niks. Hij ging zo kijken, zo van, helemaal, ik zie niks. Dat was echt grappig. Om zo'n hond dan in de maling te nemen. Van, hé man, jij blaft naar mij, maar ik flip hem om, weet je. Ik ga kijken waar jij naar blaft. Ik zie helemaal niks, maar dus wat ik dan neerzet is van, hé man, dat doe jij me gek, je weet toch? Ik zie daar niks, hoor. Ik loop gewoon door. Je blaft niet tegen mij. En die andere hond, die trapte daar gewoon in. Die keek gewoon verder, weet je. Die zette zijn focus ook niet op mij. Dus zo kun je zien hoe je eigenlijk dingen soms kan manipuleren, weet je. Dat is wel, hoe zeg je dat? Ja, bijzonder, man. Bijzonder. Ik heb hem vanochtend al open uitgeknepen. En gisteren ook volgens mij. Nou ja, kloot weer. Maar goed, we gaan even het avontuur even bekijken bij de berenkuil. Ik check jullie later, man. Rustig.